herinneren. Enkele decennia geleden was China al heel arm en veel minder ontwikkeld dan nu. Dus ze hebben echt een bepaalde mentaliteit. Een enorme drive, een heel toekomstgericht. Maar het grappige is, omdat deze man nu in Kenia zit, ziet hij hoe, dat de Kenianen anders leven en dat die 1 of 2 dagen per week vrij nemen. En hij zegt eigenlijk dat ze ook gelukkiger zijn. Ja. En dat ziet hij wel, maar hij gaat zijn eigen leven niet veranderen. Nee, ik denk dat hij ontzettend leeft met het idee van verwachtingen van zijn familie. En ook de plicht die hij voelt volgens zijn Chinese cultuur. Zijn plicht om voor zijn moeder te zorgen, waar die nu dan niet bij kan zijn, omdat die ver weg is in China. En hij in Kenia woont. Hij voelde zich dan schuldig over. En tegelijkertijd voelt hij de druk om zijn zoon een betere toekomst, een beter die leven te hebben dan hij zelf heeft gehad. Die uitgewoond daar zit ook, die helemaal geen zin heeft om hier naar Kenia die is dan te komen. Even bezoek. Ja, precies. Puber, zo'n puberjongen. Dus nee, ik denk dat ze heel erg sterk verbonden blijven, Chinezen, ook in het buitenland met hun cultuur. Werken, absoluut. Geld verdienen en heel Chinees blijven, want ze integreren niet. Totaal hè? Niet aanpassen, hè? Nee. Nou, echt niet. En ze leren de taal niet. We hebben ze doen niks. Een paar afleveringen gezien. Nee, ze kennen geen woord Keniaas. Nee. Nee, en dat is wel waar, ja. En ook dat niet klopt. Cambodjaans, nou, aflevering 2. Soms kwamen Chinezen tegen die wel de lokale hadden. Nou, die hebben we niet in jouw serie gezien, hoor. Nee, als je heel goed blijft kijken, dan ga je het wel zien. Ik blijf mijn hele leven mee kijken. Maar even over die Richard. Het interessante is, denk ik, ook, dat vond ik voor mij, dat was echt een openbaring, is om die ontmoeting te zien tussen twee culturen. En dat kan soms nogal botsen. Dus in Richard Kenia, is een Keniaan en, precies, en die Kenia, had een Chinese baas waar die voor werkte. Precies, in Kenia heb ik Richard ontmoet, die had een Chinese baas. En die baas, een vrij jonge gast, die voelde zich denk ik niet helemaal happy in Kenia, maar die was ontzettend racistisch, Hij ontslaat die Keniaanse jongen. Ja. Die Keniaanse jongen heeft een gesprek met die baas en het heeft hij stiekem op zijn telefoon opgenomen. Gaan klopt, we naar kijken. En dan gaan we kijken. Ja. Okay. Het is een serie. Are you Richard? Yeah. Oh, welcome. My name is Ruben. Welcome. Thanks for meeting me. Yeah, we are gentlemen. I don't here. I don't like here. Like a monkey people. I don't like. Don't be stand. Smell is bad. And poor. And foolish. And black. I lived in China for a long time. And I find them very lovely people. I could feel the same because in that video, it reached a point. He told me, why don't you be like the Americans, the whites? So to them, it's color. Black is foolish. Ja, soms dan rees bij ons ook wel de vraag van welke aspecten van die Chinese aanwezigheid en invloed in landen, zeker in Afrikaanse landen, is nou neocolonialisme? En dan is denk ik zoiets als dit een natuurlijk een heel heftig voorbeeld. Ben je zo passief? Ik vond jouw reactie een beetje raar, hoor. Okay. Ik bedoel, die man heeft het gefilmd. Die zegt heel duidelijk, jullie stinken, je bent zwart, je bent allemaal waardeloos en racistisch. En het eerste wat jij daarna zegt is, I like the Chinese very much. Toen dacht ik, nou, je had toch in eerste instantie wel kunnen zeggen, je hebt hartstikke gelijk, zo kan je niet met mensen omgaan. Ja, nou, als je goed had geluisterd, had je gehoord dat ik had gezegd dat it pains me. Het doet me pijn om dit te zien, want ik heb hele goede ervaringen met Chinezen.